Onder grote publieke belangstelling wordt de nieuwe huisartsenwachtpost aan het publiek voorgesteld. Patiënten uit Oost-Brabant kunnen vanaf 7 oktober hier terecht tijdens de uur dat hun huisarts niet beschikbaar is. 'S Avonds laat, 's nachts en tijdens het weekend. Voor het eerst in Vlaams-Brabant bevindt de wachtpost zich net naast de spoedafdeling van een ziekenhuis. Het is heel belangrijk dit te doen, omdat we dan de expertise van de eerste en de tweede lijn, de expertise van de huisarts en de expertise van de specialist, letterlijk samenbrengen. En kunnen wij beroep doen op radiologie, op labo of zelfs een snel advies van een specialist, zonder dat we de spoedgevallen extra moeten gaan belasten. Dus het is samenbrengen van alle kennis om eigenlijk de zorgvraag van de patiënt nog beter te beantwoorden. De nieuwe huisartsenwachtpost is meteen ook de grootste van Vlaanderen en staat in diensten van ruim 250.000 inwoners van de regio Oost-Brabant en 50.000 Leuvense studenten. Nieuw is dat vanaf 7 oktober, wanneer de wachtpost effectief gebruikt wordt, ook de inwoners van Bertum, Bierbeek, Huldenberg en Oud-Heverlee kunnen gebruik maken van de nieuwe wachtpost. De volledige lijst met gemeenten vind je op onze website.